Annemarie Boer, daar staat hij met medaille en bloemen. Vanochtend gevallen bij de 1000 meter series en op karakter weer in de puntenkoers. Ja, vanochtend in de halve finale met de 1000 harde smakken gemaakt en de boel aardig kapot. Maar in de puntenkoers, ik was niet zeker of ik wel moest gaan rijden, maar... Ja, dat je zegt gewoon op karakter toch maar doen. En ja, het ging, in het begin was het nog even moeilijk, maar ja, het ging steeds beter. En op het eind nog ontsnapping, maar ik kwam met een puntje tekort. Nou, puntje tekort, toch op het podium. Vorig jaar in Leiden-Dorp won je zo'n beetje alle titels bij de kadetten, nu junioren. Waar gaat het jou brengen allemaal? Ja, ik heb geen idee. Ik heb nu al twee keer zilver en een keer brons op zak. En... nou ja, misschien later dit jaar nog EK en we zullen zien. Wanneer weet jij of jij het EK gaat rijden? Dat weet ik niet precies. Ik denk een paar weken van tevoren dat de selectie officieel bekend wordt gemaakt. Vanochtend gevallen, want je rijdt normaal in het blauw. Nieuw pak aangetrokken en toch weer vol er tegenaan. Hoe moeilijk was het om in de puntenkoersen de pijn te verbijten? Nou, in het begin had ik wel aardig last van mijn heup. Maar ja, op een gegeven moment dan ga je gewoon door en dan voel je niks meer op een gegeven moment. En dan moet het gewoon. En ja, die laatste 8 ronden volgens mij, ja, toen ging ik er gewoon voor. Ja, je ging er gewoon voor. En je was vooral bezig om ten strijde te trekken. Je komt uiteindelijk maar een puntje tekort. Maar in je eentje zo lang strijden, hoe zwaar is dat hier op de baan in Medemblik? Ja, het was enorm zwaar. Ik was eigenlijk al redelijk kapot voordat ik ging. Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon. En die bochten hier, die zijn ook redelijk lang. Dus nou ja, ik kwam er door, maar ja... Ja, zwaar, ja, zeg je. Zwaar was het natuurlijk. We gaan afsluiten. We hebben nog 1 dag te gaan. Waar gaan we jou nog in actie zien? Nou ja, morgen natuurlijk nog 500 meter series. En nog de aflossing. Heel veel succes. Dankjewel.